Hey, maar laten we eerst gewoon eventjes het nu pakken. Je Helemaal hebt net goed. getraind. Yes. Hoe zit je erin? Ja, ik voel me goed. Ik heb er echt zin in. En natuurlijk die overstap terug naar Mike, denk ik dat dat een hele goede was. Ik voel me thuis, ik voel me goed. Het is ook de stijl die het best bij me past. En ik denk dat ik mijn maatje gewoon weer gevonden heb. En dat voelt goed. Dus ik voel me lekker, ik zit goed in mijn vel. En ik heb weer plezier in dat wat ik doe. Ja, wat is het grootste verschil in die overstap? Nou, ik denk vooral weer het plezier hebben in het vechten überhaupt. Ik denk dat het bij mij gewoon een kwestie is van oké, vind ik het nog leuk om te doen of vind ik het niet leuk om te doen. En dat gaat denk ik een soort van samen met mijn prestaties. En wat ik bij Mike altijd heb is, Mike zorgt wel altijd voor dat ik het plezier in het vechten weer terugvind. En vooral omdat ik gewoon weer echt mijn eigen stijl weer aanneem. Weet je, het is altijd moeilijk om zeg maar andere coaches te hebben gehad die jou dan dingen willen leren vanuit hun perspectief. En waar ik altijd voor open sta, omdat ik echt geloof dat je altijd een soort van leerling van het spel moet blijven. Maar als het gewoon niet bij je past, dan kom je jezelf gewoon toch tegen op bepaalde momenten. En ik denk dat dat me gewoon echt een paar keer is overkomen. En ik merk dat het bij Mike, dat ik gewoon weer mijn oude schoenen aantrek en gewoon, dat loopt gewoon lekkerder. Nou, ik ga bij jou ook gewoon met een domme vraag beginnen, maar we hebben net de training gezien. Wat zie jij als je nu met Badr aan het trainen bent? Wat ik zie? Ik zie... Als ik zou zeggen, ik zie mijn Badr weer terug. Dat is belangrijk. Mooi, wat is jouw Badr? Nou, wat je net zag. Dat is iemand die eigenlijk, want als je nou heel goed in die training kijkt, je kan hele mooie dingen laten zien vandaag. Hele, buiten dus dat hij hard slaat, buiten dat het in een borrelt wat jij wil vechten. Buiten dat laat hij hele mooie dingen zien met zijn benen, met zijn handen, zijn lichaam, het bewegen. Het is eigenlijk net een soort ballet, zeg maar. En dan iets anders voor volwassen mannen. Ik heb ook net zien staan kijken. Ik heb ook het idee dat jullie met z'n tweeën heel erg het plezier en de fun gevonden hebben. Voel je dat ook? Ja, maar dat hebben we altijd. Snap je? Dus, kijk, we gingen vroeger. Moesten we ook naar Japan. En dan gingen we gewoon met z'n tweeën voor de gein. Gingen we naar de sportschool toe. Niet om gewicht te maken, want hij had al gewogen. En dan gingen we, of we waren daar ook wat langer. We gingen vaak ook wat langer. En dan gingen we gewoon naar de sportschool toe. Ja, maar we zijn al geweest, nou, nog een keer. Nog een beetje kloten. Met de handschoenen, met de patches. Kan je dit, kan je dat. Kan je hier naartoe, kan je daar naartoe. Als je voet is daar zet, wat gebeurt er dan? Als je voet die kant op zet, wat gebeurt er dan? Als je je hand zo draait, nou, en dan krijg je plezier erin, snap je? Dus ja, dat was vroeger. Geen geld voor speelgoed, dus dan is dat maar het speelgoed. Je traint hem al zo lang. Op welk niveau zit Badr nu? Ja. Maar vroeger konden we natuurlijk, je hoeft hem alleen maar een beetje op te winden en dan ging hij wel. En zo, nou, hij wordt wat ouder. Dus, maar wordt ook wat slimmer, wat wijzer. Hij ziet sommige dingen nu, hoe ik het zie. Ik zeg van, nee, je hoeft niet achterin te rennen. Je kan ook gewoon rustig lopen, weet je niet. Zo ver, zo groot is die ring niet. Hij is wel heel groot, maar ook weer niet. Dus je bijvoorbeeld je voet niet naar voren zet, maar je zet je andere voet naar achteren, je voet dan naar voren, dan snij je hem al een stuk de pas af. Nou, dat zie ik nou weer gebeuren. En dus hij wordt wat slimmer. En de rest komt weer. Kijk, hij zei zelf toen we weer begonnen,
ik wil weer naar het gevoel van 2008, 2009. Zo, nou, dat wordt een beetje vervuilend, denk ik. Hè? Want was het soms een lopende tijdbom. Dus ja, ik zei, ik ga kijken of ik je zo dicht mogelijk bij krijg. Ik zei, maar het belangrijkste van alles is, want wat kenmerkte ons nou? Het maakte niet uit tegen wie we vochten, het maakte niet uit wanneer. Want we werden gebeld, willen jullie over 2 weken Japan vechten of over 1 week, tegen wie? Ja, oh, tegen Japanen? Oh, oké, is goed. Hoef je niet eens een naam te weten, we gaan wel. Of tegen die? Oh, oké, is goed, we komen eraan. Maar wat was nou hetgeen wat we hadden? Plezier, de hele dag door, vanaf 's ochtends aan het ontbijt tot 's avonds het slapen gaan. En oh ja, daartussendoor moest ook nog even gevochten worden. Dus als we nou gewoon het plezier weer terughalen. Als je ergens geen plezier meer in kan vinden, zeg maar, dan is het best moeilijk om daar een soort van motivatie voor nog te vinden, begrijp je? Helemaal als... De reden om okay, uiteindelijk, voor mij is het, kijk, ik sta op een punt, zeg maar, in mijn carrière dat ik alleen nog maar vecht omdat ik vechten leuk vind, zeg maar, begrijp je? Het is niet meer omdat ik er, zeg maar, rijk van wil worden. Het is gewoon puur omdat ik denk van oké, vind ik vechten nog leuk. Want dat is mijn enige motivatie, omdat ik het echt nog leuk moet vinden. Dus op het moment dat je, zeg maar, het leuke aan het verliezen bent in het vechten. Dat is niet of de winst of verlies van de partij. Dat is niet eens waarom ik er sta. Ik sta er omdat ik echt gewoon, ik hou er gewoon van om mensen pijn te doen. En als je dat op een gegeven moment niet meer gaat doen of je wordt daarin geremd of... Je krijgt met coaches te maken die niet weten hoe dat bij jou werkt of ze weten je niet te prikkelen. Weet je wat leuk is? Ik maak even een sprongetje. Kijk, zeg maar, toen ik bij House of Glory zat, het programma aan het maken was, toch? En toen was ik die jongens aan het motiveren. En de manier hoe ik die jongens motiveerde, was genoeg om voor die jongens... De jongens gingen door muren heen als het moest. En voor mij was het best een soort van... momentje van een soort van weerspiegeling, zeg maar. Toen dacht ik van kijk, hoe ik tegen deze jongens praat, dat is zeg maar hoe vroeger tegen mij werd aangepraat, waardoor ik deed wat ik deed. De juiste woorden, de juiste geloof in jezelf stoppen en ik was makkelijk. Bij mij was gewoon dat lontje aansteken en sturen naar binnen en laten we gewoon daar de boel opblazen. En in de afgelopen jaren, zeg maar, toen ik zeg maar niet meer met Mike was, toen gebeurde dat niet meer, zeg maar. En in het programma dacht ik, maar waarom praat ik eigenlijk niet zo tegen mezelf? Of waarom... Dus waar ik gevoelig voor ben, dat is wat ik zeg maar aan de jongens heb meegegeven. Maar dat is zeg maar iets wat ik voor mezelf niet meer terug had gevonden. Of niet meer vond. Maar dat was puur omdat zeg maar, de coaches die met mij in de hoek stonden, niet zo waren. Hoe zijn we hierop gekomen? Over je toekomst en over het plezier. Dus op een gegeven moment, als dat dus kwijt is, als je dan die ring in loopt met een soort van verdoofd gevoel, want dat is hoe het voor mij voelde gewoon elke keer, gewoon een bepaalde numbness. Dan geloof je er ook niet meer in. En dan is het misschien, moet je bij bezig van nadenken, oké, ik heb een mooie toekomst, ik heb mooie kids, ik heb mooie ondernemingen. Misschien is het tijd om iets anders te gaan doen wat je leuk vindt. Was het voor jou moeilijk om te zien dat het plezier bij hem een beetje weg was? Ja, kijk, moeilijk om ernaar te kijken, wel. Natuurlijk, hè? Snap je? Want je ziet natuurlijk iets wat je zelf mede gecreëerd hebt, zie je eigenlijk een beetje afsterven. En om het maar zo te zeggen. En ja, dus ja, dat is vervelend, om het maar zo te zeggen. Maar weet je, kijk, ik zei ook, ja, ik heb er zelf voor gekozen. En ja, dus daarom was het ook raar, zeg maar, voor mij. Want die maandag na Alistair belt hij me op. Was het zondag al? Maandag. Zondag. Ja, wat vond je ervan? Ja, wat vond ik ervan? Mooi gala. Ja. Nou ja, nee, van de partij. Nou ja. Dus toen heb ik gewoon even mijn mening gegeven. Wat ik ervan vond. En dan sloot hij zich bij aan. Wat was jouw mening dan?
Ja, dat geeft alles veel te veel respect. Nee, veel te gezeik, weet je niet. Het is ook, zeg, ik kom de kleedkamer binnen. En in de kleedkamer, er heerst geen sfeer dat er gevochten moet worden. Ze hebben het vol met mensen. Ja, dat kan niet. En ik zeg, dan sla die Alistair aan, die geeft een peut. Die loopt de andere kant op. En wat doe je? Je gaat hem aankijken, vragen of het goed met hem gaat. Een flauwe kul, man. Duikt er gewoon op, trekt zijn kop eraf, dan vraagt het erna. Nou, daar was hij dan wel mee eens. En hij zegt, nou ja, ik ga eens even op vakantie. En dan kom ik terug, kan ik je dan weer bellen? Ik zeg, nou, wie tot 10 kan tellen, kan de hele wereld bellen. Ja, toch? Dus bel maar. En je weet hoe het werkt, als ik niet opneem ben ik waarschijnlijk bezig. Dan bel ik later wel weer terug. Nou, dan belde hij, kunnen we trainen? Kan. Ja, waarom? Misschien moet je gewoon het plezier eens terugkrijgen. Als je gewoon het leuk is en het gaat dan, dan moet je misschien een keer denken aan een wedstrijd. Ik zeg, laat het dan eens een keertje op mijn manier doen. Nee, ik zeg, hetzelfde als vorige keer, dat was de eerste keer. We gingen de eerste keer naar Japan toe. Dat was tegen Karev. Nou, hij was zo bezig, hij was zo druk. Ik zei, ik moest er dan door met Melvin. Ik zeg, laatst, doe voorzichtig terug, rustige reis. Als ik terugkom, laat me alsjeblieft even een paar dagen met rust. Ik heb echt even rust nodig. En daarna praten we wel eventjes. Is dat goed? Dus toen kwam ik van Melvin. Melvin woont toen wel gelukkig. En kom ik terug. En ik ben in de sportschool aan het afsluiten. En ik sta dan voor de deur in de auto. En dan stond een jongen met zo'n capuchon op. En was hij. Ik zei, ik zou toch door even met rust laten? Hij zei, ja, ik moet toch even met je praten. Nou. Oké. Hij zegt, wat denk jij wat we anders moeten doen? Hij zegt, we moeten alles anders doen. Dit slaat nergens op. Hij zegt, wat moet ik doen dan? Ik zeg, je moet klaar zijn. Je moet niks doen. We gaan er naartoe. We doen niks. Ook niet trainen? Ja, wel trainen. Maar voor de rest doen we niks. We gaan lekker videofilms kijken. We gaan lekker muziek luisteren. We gaan lekker eten. We gaan lekker ontspannen. Tot we moeten vechten. Dan zetten we alles even scherp. Ah, en dus toen kwam dus die wedstrijd dat hij kwam tegen Slowinski. Toen had hij hele koffer bij zich met 3 onderbroeken, een spijkerbroek, een bitje en een tok en voor de rest niks. En ik zeg, maar heb je niet... Hij zegt, ja, jij is dat toch niks? Ja, dat is goed, geen probleem. Alles kunnen we kopen, dus we hadden een paar loopschoenen gekocht, een paar dingen. Dus we gingen naar een sportschool toe, gingen trainen. Toen vocht hij ook... In een broekje wat ik toen daar gekocht had in Gold's Gym, want dat had helemaal niks bij zich. Maar omdat we zo ontspannen waren, ging het vecht heel makkelijk af. Nou, ik denk ook dat het een van zijn beste wedstrijden was. Ook als je ziet ook wat hij allemaal in die wedstrijd laat zien. En daarna heb je zo'n afterparty waar zijn hele gezicht van die Slovenke was helemaal opgezet. Zoveel klap had hij gehad. En ja... En dus nu ook, laten we gewoon even iets anders doen, man. Laten we gewoon lekker plezier hebben. Laten we gewoon even niks doen. We hoeven niet meer, weet je niet. Dus ik zei al, Klaaster, jij komt trainen, wij gaan trainen, jij komt trainen. Jij komt, geen grappies, geen vriendjes, geen niffo's, geen homies, geen advocaat, geen manager, geen weet ik veel wat voor bijzaken, randzaken. Een paar mensen opgenoemd, Appie, Sagaber, mag er altijd in. Andere appie, zijn oom, altijd welkom. En de rest hoef ik niet te zien. Krachttrainer, water, kom maar, gezellig. En dan zijn we ook heel rustig. En weet je, heb ook, je hoeft je ook niet moeilijk te doen. Snap je? Want dan moet je weg met 12 man. En er is altijd wel eentje die nog even naar de wc moet. Even op hem wachten. En dan komt die terug, dan moet die weer. En dan weer dit, en dan weer dat. We verliezen te veel tijd aan het... En anderen die eigenlijk, tussen haakjes in mijn ogen, onbelangrijk zijn. Die hebben helemaal niks met vechten te maken. Maar dat krijg je ook in de kleedkamer. Dat krijg je ook daar. En
dat irriteert me. En hoe meer van dat soort mensen er zijn, hoe meer ik me altijd terugtrek. En nu, ja, trek me niet terug. Nu zijn we met z'n drieën, met z'n vieren. En Walter is erbij, Water is erbij. Ja, Abby komt wat later. Dus ja, we hebben de hele dag plezier, snap je? En dan wil ik ook nog wel eens een mop vertellen. Had je dat gedacht, dat je dat op je 37, 38ste, dat je dat opeens weer terug zou vinden? Ook na, nee, ik bedoel, je hebt natuurlijk ook, het heeft je niet meegezeten in je wedstrijden. Ja, maar kijk, dat is oké. Niet meezitten in mijn wedstrijden, dat is best oké. Want ik ben best een dankbaar persoon, begrijp je? Ik heb ook meer dan 100 keer wel meegezeten, begrijp je? Dus als het eventjes dan niet meezit, is dat het moment om dan te zeggen, oké, ik doe die deur dicht. Want dan zeg maar, als die 5 verliespartijen of 6 verliespartijen in 2009 waren gebeurd, had ik er dan anders over gedacht, omdat ik misschien 27 was geweest? Of niet? Begrijp je? Dus ik denk, omdat ze nu, omdat die verliespartij zegt, komt dat ik na mijn 35ste, moet ik er dan anders over nadenken? Nee. Uiteindelijk is het sport. You win some, you lose some. Uiteindelijk is het, hoe ga je daarmee om? En zolang mijn lichaam het gewoon goed doet, en weet je, en daarna komen ook nog eens 2 blessures in wedstrijden tevoorschijn. En dan gaan mensen helemaal aan en zo, oké, maar ja, wordt ouder, blessures. Terwijl ik meer jonge jongens ken die tegen blessures zijn aangelopen in deze sport dan oudere jongens. Dus weet je, dat is. Maar wat ik zei, dat is wanneer je met mensen praat die gewoon niet weten hoe de feiten in elkaar zitten. Begrijp je? Hoeveel jongens heb ik wel niet op zien komen, 20ers, na blessures heb ik ze nooit meer teruggezien. Ik denk als ik mijn boekje erbij pak en ik heb bij Glory misschien 2, 3, 4, noem het nu heel snel. Dus ja, je moet jezelf die vraag stellen, maar het moet wel in een soort van achtergrond erbij dat je wel begrijpt van oké. Is deze keuze gemaakt uit emotie of is het wel een soort van feitelijke keuze geweest? Dus voor mezelf, dat ik het terug zou vinden op mijn 38ste, ja, ik heb daar nooit aan getwijfeld, want ik was dat nooit verloren. Wat ik was verloren was de plezier hebben in vechtsport. Dat is meer wat ik kwijt was, mezelf zijn. Dat een coach gewoon tegen me zegt, hey, ga eens gewoon beuken. Ja, mag dat? Ja, ga. En dan denk ik, oké. En dat ik dat ook gewoon doe, want dat is waar ik goed in ben. En niet iemand die mij zegt, maar wees zuinig op jezelf, pas op. Weet je, kijk, je hebt trainers die zijn bezig met winnen en je hebt trainers die zijn bezig met niet verliezen. Het klinkt misschien hetzelfde, maar het is totaal anders. En de coach die ik in het verleden had, die waren gewoon bezig met niet verliezen. We gaan drinken, maar we gaan niet verliezen. En dat is echt een hele, dat is niet wie ik ben. Ik ben gewoon iemand, ik moet naar die ring, dan moet je gewoon gaan winnen vandaag. Er is geen andere optie dan dat. Vandaag ben je heer en meester, je bent de baas, je domineert en er is niemand die jou wat gaat vertellen. Klaar. En wist je dat hij iets over je moeder heeft gezegd? En kappakee. En dat was het. Dat ben ik. En dan kan je me loslaten. En dan beuk ik je gewoon, want ik sla het hardst van iedereen. En dat hebben mijn knockouts bewezen. En ik sla nog steeds het hardst van iedereen. Want ik denk dat Mike is gewoon oprecht. En ik zie het ook, want ik kom ook naar die jongens kijken. Die opkomende jongens, die zwaargewichten, zo. En dan denk ik, is dit het? En dan zegt Mike, ja, dit is het. En dan ga ik met ze sparren. En dan sla ik ze 2, 3 keer hard. En dan zie ik ze gewoon veranderen. En dan zie ik ze gewoon denken van, oké, maar ik hoop dat die ronde snel voorbij is, want dit is gewoon niet zoals het hoort. Maar dat is wanneer je iemand in je hoek hebt die zegt, oké, maar we gaan winnen. In plaats van, we gaan niet verliezen. En pas op. Maar ik heb nog nooit gezegd, pas op. Nog nooit heb ik hem gewoon, nee, maar let op dit. Nee, maar ga gewoon staan, wees jezelf en beuk gewoon. En klaar, weet je, vanuit kracht werken. Dus dat is belangrijk. Maar nu heb ik Mike wel, denk ik, iets te veel credit gegeven. Hè? Dat is wel goed zo, denk ik. Gaat hij naar zijn schoenen lopen in Bulgarije? Denkt hij dat hij de hoofdpartij is? Hoe is het dan voor jou om hem net, nou ja, over jou te horen praten? Ja, dat streelt me natuurlijk. Hè? Daar krijg ik kippenvel van. Want kijk, ik denk gewoon dat ik doe gewoon mijn werk. He, daar word ik voor betaald en dat vind ik leuk. En toevallig ken ik het ook nog een beetje. En als dan iemand zegt dat hij er heel blij mee is, ja, dan vind ik dat dan heel goed om te horen. Heel leuk, weet je niet. Ja, dat is apart. En ja, van de week had hij ook met zoiets out of the blue. Die wat stuurde, ja, daar krijg ik kippenvel van. Dat doet me goed en dan wil ik ook, ja, blijven werken, zeg maar. Even over zijn volgende partij. Hij gaat tegen Uku Jurindaal vechten. Niet meer tegen McSweeney. Heb je veel moeten aanpassen in de voorbereiding? Nee, natuurlijk niet. Nee, man. Ik heb er nooit aangepast. Wat is er nou voor flauwekul? Zo werkt het niet. Kijk.
Als je natuurlijk nou in het kickboksen zit, zo lang als ik zit, dan weet je het ook. Je hebt een poster, er staan 22 of 30 boze mannen op. Ze zijn allemaal boos te kijken. En van die, laten we zeggen, van die 26 man vechten er misschien 3 of 4. Dus, wat moet je aanpassen? Welke tegenstander? Je hebt best wel kans als we morgen in het vliegtuig stappen dat meneer Oekoe opeens last van diarree heeft of zo. Je de hele boel aangepast en dan moet je een ander uit de hoge hoed trekken. Dan moet je zeggen, die vechten we niet. Dan vechten we niet. En ik denk namelijk, als je een naam en een reputatie als badder hebt, of het is niet alleen badder, het is ook met andere vechters van mij, dan hoef je niet aan te passen. Laat hun zich maar aan ons aanpassen. Dat doe je dan niet. Real Madrid. Die gaat zich toch ook niet aanpassen als hij tegen Veendam uit moet. En ze zeggen, nou, wacht eventjes, bij Veendam de loopt er eentje. Nou, daar zitten we even 3 man op hoor. Die denken gewoon, nee, maar rot op. Rot op, we walsen er overheen. En dan zetten we de keeper in de spits. Klaar. Diep van binnen voelde het toch als een soort van nog niet klaar of zo. Begrijp je? Van oké, En toen ben ik met Mike gaan werken. En toen ben ik mezelf een beetje gaan terugvinden en toen kreeg ik steeds meer plezier en toen meer plezier en toen meer plezier. En nu geef ik al die contenders hier gewoon les allemaal, slops allemaal, kansloos. Dus aan mijn capaciteit van vechten, daar ligt het zeker niet aan. Het is gewoon wil ik of wil ik niet, of heb ik, weet je, vind ik het leuk of vind ik het niet leuk. En sinds kort vind ik het weer super leuk. Dus Bulgarije wordt een leuk opstapje, zeg maar, naar mezelf terugvinden en vooral het plezier weer terugvinden in vechten en in mensen pijn doen. Niet te veel natuurlijk, maar net genoeg.